Ik ben Merel Westrik. Ik ben journaliste. Ik heb bij AT5 gewerkt. Ik heb 3 jaar vandaag de dag gepresenteerd op Nederland 1. En ik maak nu 4 jaar deel uit van de redactie van RTL Nieuws. En daar presenteer ik het nieuws. Mijn strategie in het spel is vooral om goed te kijken. Goed op te letten. En hard te zijn op de feiten. En zacht op de persoon. Op de allereerste groepsfoto van Wie is de Mol 2019 is een standbeeld op de achtergrond te zien. Wijst dit standbeeld letterlijk de mol van dit jaar aan? Of de leader die het hele seizoen door steeds verandert? Er is een meer te zien met de letter L erin. Oftewel, Merel. Dit seizoen worden er opvallend veel vogels in beeld gebracht. Is dit een indirecte hint naar Merel als mol? En zoals ieder jaar verwijzen de afleveringstitels rechtstreeks naar de mol. Aflevering 8 heette Met zand strooien. Het is Merel die zand in de ogen van de kandidaten strooit door een fout te maken bij een cruciale opdracht. Zoals we in eerdere seizoenen wel eens gemerkt hebben, helpt de mol af en toe de productie een handje. Zo pakt Merel in dit seizoen bijvoorbeeld de envelop met 2 afvallers. Het had zo moeten zijn dat in deze aflevering 2 kandidaten naar huis zouden moeten gaan. Er gaan 2 mensen uit het spel. En daarvan kan ik er zomaar 1 zijn. 2 rode schermen bij de executie. Ja, dat is gewoon helemaal kut. En het is Merel die voor de eerste keer een joker openmaakt waar een vrijstelling in zit. Dit maakt het seizoen een stuk leuker en spannender omdat er al eerder over verteld is door de presentator. Merel is werkzaam als nieuwslezeres bij het RTL Nieuws en de leader van het RTL Nieuws lijkt erg veel op de executie van aflevering 3. Tevens is er in aflevering 3 de opdracht vlag uithangen. Merel is als enige met een Colombiaanse vlag in beeld te zien tijdens deze opdracht. In aflevering 7 moeten de bananen naar de juiste plek worden gebracht. Merel staat hier op het groene punt. Dit omdat ze nooit een rood scherm zal krijgen als mol zijnde. Of de allereerste aflevering van dit seizoen, op sleeptouw. Het is Merel die Evie hier op sleeptouw meeneemt. Merel heeft een methode bedacht waardoor de kisten makkelijk uit het water getild zouden moeten worden. Maar deze methode blijkt echter niet te kloppen. Merel en ik hebben gewoon een kist in het water. En tot slot de welbekende liederhint waarin opdrachtentitels een zin vormen. Allereerste letters van deze opdrachten vormen de zin Mol is 4. Bij de meeste groepsfoto's staat Merel opvallend met 4 vingers op de foto. Kortom, is Merel jouw mol? Laat het dan zeker weten in de comments van deze video. Vergeet niet de video's over de andere finalisten te kijken en vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op dit kanaal. Graag tot de volgende video.